Het is een tafel met geestelijke spijzen. Het is een tafel met geestelijke drank. En ik stalt het aan u uit. Opdat u niet zou sterven van honger. Of dat u uw kostbare tijd niet zal doorbrengen met te zeggen ja maar. En niet om u te verontschuldigen. Zoals heel veel mensen doen in deze geschiedenis. En dan staat er zelfs dat ze eendrachtelijk, ze waren het met elkaar eens. Ze hadden een verontschuldiging. Ze hadden toch een juk ossen gekocht. Je moet toch je verantwoordelijkheid weten. En eendrachtelijk, eenparig. Ze zochten steun bij elkaar. En ze zeiden, we kunnen niet komen. En de buurman zei het tegen de buurvrouw. En de buurman zei, het is waar hoor, het is echt waar, we kunnen niet komen. En de overbuurman zei, je hebt gelijk hoor. En we voelden ons gesterkt, gesterkt. Want we hadden andere dingen te doen die belangrijker waren. We moesten ons beroep toch ook niet verafschuwen. We moeten toch getrouw zijn, we moeten goed zorgen voor onze vrouw en onze kinderen. En ondertussen is er geen tijd en geen wil om te komen. En het lijkt zo rechtzinnig. Het lijkt echt zo brandserieus, weet je wel. Mensen die hun verantwoordelijkheid weten. En zeggen, nu even nog niet hoor. Een andere keer komt mij beter uit. En zo gaat de een naar de ander. Die verontschuldigt zich. En zegt, kan toch ook niet helpen dat ik onbekeerd ben. Ik kan toch ook niet helpen dat ik niet getrokken word naar die tafel toe. En ze verontschuldigde zich. Ja, u en ik. Niet onze buurman en niet onze buurvrouw, maar ik. We hadden, dachten we, een geldig excuus. En we konden weer doorleven. Dat wilden we toch. We wilden dat juk ossen beproeven. En volgende week hebben we weer een nieuw juk ossen. En die week erop hebben we weer een nieuwe akker gekocht. En die week erop vraagt onze vrouw opnieuw wat. En zo word je 60, 70, 80. En de maaltijd is gepasseerd. De deur van de maaltijd is gesloten. En de poort van de hemel blijft ook gesloten.